met dementie, provincie Overijssel neemt ze mee. In een prachtige campagne, met nu te veel franje, zo kunt u vast wennen aan het idee. Welkom op de bewustwordingscampagne, bent u al bewust? Paulien vertelt u de middag niet dat u op uw lauweren rust. Want Monique van Haaf is hier en stelt u de vraag: hoe gaat u om met dementie? En straks een antwoord graag. Dus na mijn liedje over oma Maria aan het woord, over het verhaal lang zult u wonen. Ja, en u hoort en ziet, samenwerken maakt het mogelijk. Samen kan het wel. 19 gemeenten, hoop ambtenaren, WMO wordt kinderspel. En mensen van de film, wat fijn dat u hier kunt zijn. Dat u al herkent op straat. Nee, dat is ook niet fijn. Laten we dementie uit de taboesfeer halen zonder schijn. En weet je wie er ook een beetje dementie heeft? Meneer Van Rijn. Dus lang zult u wonen, ook met dementie. Doorbreek de taboes, ja, want anders werkt het niet. En hoe verbetert u het huis veilig, vertrouwd met dementie? Gooi alle zwarte deurmatten weg. En het merkt, ja, wie maakt het positief? Want het moet niet te zwaar. Gewoon lachen op themamiddagen, gezellig met elkaar. Een film van RTV Oost, thuis wonen met dementie. Van vergeetachtigheid naar dementie en naar de dokter die u vertelt dat u gezond moet eten. Dat is heel belangrijk. Maar ja, als je dat dan weer vergeet, sterft geen zoden aan de dijk. Zolang zult u wonen, ook met dementie. En een stukje gebak, dat kan altijd toch, met een beetje fantasie. Als je het weet, komt er dus vanzelf het begrip. En verderop lang zult u wonen.nl voor de nodige tip. Vanavond veel te laat op tv, de première was al top. En meneer Murk die is ook heel trots, en het schiet al aardig op. Dus lang zult u wonen, ook met dementie. Met bloemen en roze tas in de hand zing ik dus voor u. En ik denk bij mezelf, het komt toch wel goed met Nederland.